Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Goedenavond en welkom bij Kruispunt. Welkom bij de speciale kloosterserie Op Reis. Want Kruispunt gaat deze zomer net als vorig jaar op reis langs Nederlandse godzoekers in buitenlandse kloosters. En ik kan u verzekeren, deze Nederlanders wonen op de mooiste plekken van Europa. In de heuvels van Assisi, aan het strand van Jutland, of zoals hier, tussen hemel en aarde in het Vlaamse Grimbergen. Ik drink een lekker Belgisch biertje, maar daarvoor ben ik niet naar deze mooie plaats Grimbergen in Vlaams-Brabant gekomen. Het gaat om de man die hier al 49 jaar Norbert Tijn is. En die eigenlijk tijd tekort komt om kloosterling en parochiepriester te zijn. En ik wil weten van hem hoe hij de rust vindt in zijn drukke, gejaagde bestaan. Ik heb het dan over pater Gerion van Boeschoten. En ik mag een paar dagen zijn gast zijn. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Leo Feij. Aangenaam, pater Gerion. Pater Gerion. Pater Gerion van Grimbergen. Van Grimbergen. Hartelijk welkom. Grimbergen, dat kennen wij van het bier. En dat is mooi, maar het is veel meer dan dat. Ja? Natuurlijk, wij hebben hier een sterrenwacht. En we hebben hier een abdij die gesticht is door de heilige Norbertus zelf in het jaar 1126. We zijn de oudst bestaande abdij van de orde der Norbertijnen over de hele wereld. Mag je een beetje fier op zijn. Ik zeg altijd, dit is eigenlijk heilige grond. De grond waar u nu op staat is heilige grond. En heeft dat ook toch dan in enige zin met het bier te maken? In de jaren 1958 heeft een grote Vlaamse brouwer het initiatief genomen om een abdijbier te lanceren. En die kwam hier aanbellen, aan dezelfde bel zoals u dat gedaan hebt. Ja. En die vroeg of wij in het archief nog een paar recepten hadden die naar dat bier verwezen. En die man die is erin gelukt. Dus als u zegt dat Grimbergen bier inderdaad... Het is bijna wereldwijd. Ja. En toen, 1958, en ja, zat u hier toen al? Toen was ik al hier. Toen was ik novice. Ik ben in 56 binnengekomen. En u bent hier blijven hangen? Ik ben hier blijven hangen. Al bijna 49 jaar. Ja, geweldig, hè? Ik kan het zelf niet geloven. En u ziet er gelukkig uit. En ik ben kerngezond, godzijdank, hè? Ja, maar ook vitaal. Ja, maar ik ben buitengewoon vitaal, ja. Heel dynamisch. Ja, dus... Ja, maar het wordt gelukkig. Ja, gelukkig ook wel, ja. Alhoewel, er zijn ook momenten dat het moeilijk is, hoor. Het is allemaal geen roze geuren maneschijn. Ik kan het wel goed uitleggen, maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo mooi is. Dat is bij iedereen. Dat troost ik mij mee. Hmm. Wilt u binnenkomen? Graag. Ja, natuurlijk. Graag. Met plezier. Nu komen we in de buurt van uw eigen kamer? Nee, die is bij de andere kant uit. Andere kant. Het lijkt altijd moeilijk. Kijk, ik heb deze kamer voor u. Gereserveerd in samenspraak met onze gastenpater. Ja. We hebben een confrater die zorgt voor de gasten. Ja. En ik heb hem gevraagd of jullie deze kamers konden betrekken voor dit weekend dat jullie bij ons zijn. Ja, het is eigenlijk een hele eenvoudige kamer. Ja. Die een beetje doet denken ook aan kamers van contemplatieve kloosters. Ja. Het ziet er sober uit. Ja. Wastafel, bed. Je hebt alles wat je nodig hebt. Dit is voor mensen die hier in het klooster tijdelijk verblijven. U verblijft hier al bijna 49 jaar. Is dit uw thuis geworden? Vast en zeker. Ik zou niks anders meer willen. Dus als er met mij niks speciaals gebeurt, blijf ik hier tot mijn laatste ademtocht. Het
dit is inderdaad mijn huis geworden. Al heb ik hier niks gebouwd. Ik heb hier wel wat geschilderd en behangen enzovoorts. En ik wil nog zorg dragen voor het huis, omdat het mijn huis is. Waar ik mij probeer gelukkig te voelen en ook heel dikwijls heel gelukkig ben. En waarom bent u hier gelukkig? Omdat ik hier mijn werk kan doen dat men mij heeft opgedragen of toevertrouwd. Ik heb met hart en ziel lesgegeven. En dat ging verder nadien toen ik pastoor mocht worden van onze abdijkerk. En daarom voel ik mij hier goed, omdat ik mij gedragen weet door heel veel mensen. Is dat de voorwaarde om gelukkig te zijn en om je thuis te voelen, dat je je gedragen weet? Ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Als je niet aanvaard wordt of als je voelt dat je niet erkend wordt, dan word je een zuurpruim. Dan lig je te kankeren en te mopperen. En dan heb je ook geen uitstraling meer. Geen dynamisme. Dan droog je uit. Ik durf te zeggen dat ik leef voor een heel groot stuk natuurlijk van het gebed en de beleving van de sacramenten. Maar ook voor een heel groot stuk van datgene wat de mensen mij bieden en aanreiken. ...68 jaar is Gerion van Boeschoten, een denker en een doener. Afkomstig uit het Brabantse Dongen, enige jongen in een gezin met 7 zussen. Kiest bewust voor de Orde van Norbertijnen, ook wel Witte Paters genoemd. Zo'n 50 jaar geleden zijn er in Nederland nog volop jongens die wel het klooster in willen. Dit in tegenstelling tot Vlaams-Brabant. Gerion wordt gevraagd naar de abdij in Grimbergen te verhuizen. Na al die jaren is hij echt een Vlaming geworden. En zonder slagroom, hè? Ja. Ja. Dag WZ, goedemiddag. Goedemiddag. Zijn jij op de grote wandel? Wij zijn op de grote wandel. Allee, Grimbergen aan het bewonderen. Hè? Grimbergen aan het onveilig maken. Ja. Ik kom vragen of je tegen volgende week, we hebben dan een feest in de kerk, ja, een mooi stukje voor het altaar wilt maken. Ja, dat is geen probleem. Op dit moment wonen er 15 Norbertijnen in de abdij die samen leven, werken en bidden. Ik keek in de kerk op zo'n plakkaat en daar staat zo duidelijk: wij zijn geen monniken, wij zijn kloosterlingen. Wat betekent dat eigenlijk? Ja, dat wij kloosterlingen zijn wil zeggen dat wij ten eerste in een klooster wonen en gemeenschappelijke afspraken hebben om een gemeenschap te kunnen opbouwen. Ik heb daarvoor bewust gekozen omdat ik niet in een pastorie op een eentje wilde leven en werken. Ik heb ook niet gekozen voor het monnikendom, omdat ik nogal dynamisch en actief ben, graag onder de mensen ben, gemakkelijk en graag spreek. Ja, ik ben een dynamische figuur, zoals Sint Norbertus. Maar die vergelijking gaat natuurlijk niet op. Maar ik heb dus bewust voor deze Norbertijnerorde gekozen, omdat de twee elementen, actie en contemplatie, met vallen en opstaan heel mooi verenigbaar zijn. En ons leven tot een volwaardig mooi leven kunnen uitbouwen in dienst van de gemeenschap en in dienst van de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. En dat is bij Norbertijnen op een velerlei manier. Onderwijs, parochie, predicatie, gasten ontvangen, gevangenisapostolaat, missiewerk. Er is zoveel wat we als Norbertijnen, als volwaardige kloosterlingen kunnen doen. Het is vandaag eerste vrijdag en dan bestaat de gewoonte dat we de zieke mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen, of de oude van dagen of zwaar zieken, bezoeken en hen de Heilige Communie brengen. We gaan nu naar de familie van Aken, Frans en Germain. Een oud, gelukkig koppel. De man is heel dapper en heel flink. Doet de boodschappen. Verzorgt zijn vrouw buitengewoon. Zij is slechter been, maar nog heel helder van geest. En ze hebben heel veel hulp van hun kinderen, buren en familieleden. En dat is eenvoudig. Het zijn altijd hele lieve, hulpvaardige mensen geweest. Nee. Dag
Dag Frans, goedemorgen. Pastoor, goedemorgen. Het is ondertussen al middag geworden. Ja. We hebben een beetje vertraging gehad. Boah, dat valt van je. Ja? Nee. Ik moet aan jou niet vragen hoe het gaat, hè? Nee. Nee, hè? Altijd zelf, nee. Dag Germijn, goedemiddag. Ja. Hoe is het ermee? Altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde. Rustig aan, dat duurt het langste. Met een man en een verpleger, eerste klasse. Jij komt niks tekort, hè? En ik zie dat je de kaars al hebt aangestoken. Ja, ja. Dat is de kaars van jullie gouden bruiloft, hè? Ja. 50 jaar zijn jullie getrouwd. Mooi. Ik kom onze lieve Heer brengen, hè? Ja, ja. Eerste vrijdag, hè? Ja. We gaan een kruisje maken. Hè? Ja, ja. Ja. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn wij hier samen om de Heilige Communie te brengen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En goede buren hebben we ook. Dat is fijn, hè? Och. En zie, dit is het Lam Gods, Jezus de Christus, die op zich genomen heeft alle zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Jezus voor u, Germijn, als bron van kracht en sterkte. Lichaam van Jezus voor u, Frans. Vindt u het moeilijk om gewoon hier de hele dag te moeten zitten? Gewend eraan. En geluk dat ik met een man heb. En mijn nichtje. En die kinderen daarvan. Dat zijn precies onze kinderen. Pater Gieren heeft met u gebeden. Ja. En wat betekent dat gebed in uw hart? Soms zijn er wel wat meer. Dat je zegt, waarom ik? En niet een ander. Dat altijd dezelfde zijn. Want mijn moeder, die is 4 jaar lam geweest. Waarom ik, vraagt u? Ja. Aan wie vraagt u dat? Nou, aan onze lieve Heer. Maar ja, mijn moeder heeft het 4 jaar volgehouden. En die heeft ook niet geklaagd. En praat u er ook over met pater Gerdo? Soms als ze een tijd heeft, hè. Want altijd heeft hij de tijd niet. Er zijn nog andere zieken, hè. Dat verstaan we wel. Als we dat aan u vragen, pater Gerion, waarom ik? Ja. Wat zegt u dan? De meeste mensen die lijden of pijn hebben of vroegtijdig ziek worden, stellen zich die vraag. Waarom ik? Waarom nu al? Waarom op deze manier? Maar dat is een vraag waar wij geen antwoord op kunnen geven. Dat is onmogelijk, hè. Zoals, je kunt het ook omkeren, als je heel oud mag worden, zou je ook kunnen zeggen, waarom mag ik zo oud worden en de buurvrouw niet? He, dat zijn vragen. Ja, ik denk, er zijn in het leven mysteries die mysterie blijven. Ja. Er zijn zaken waar wij over kunnen nadenken, waar we over moeten spreken met elkaar, maar waar we geen echt antwoord op kunnen vinden. En in de mate dat je daarbij kunt neerleggen, denk ik dat je leven zinvoller wordt. Omdat leven en lijden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Spiritus Domini, replevit orbem terrarum, alleluia. Et hoc quod conti scientiam habet focis, alleluia, alleluia, alleluia. Wat beleeft u nou als u dit zingt?
Gregoriaans, dat is muziek tussen hemel en aarde. Dat is Gods woord. Dat zijn geen profane liederen, maar dat zijn woorden die uit de ziel moeten komen en die met het hart gezongen moeten worden. Meer met het hart dan met de stembanden. En er moet ook een heel stuk gevoel bij komen. Zijn er momenten dat uw hart huilt van geluk als u dit zingt? Ja, ik was ontroerd. Op een bepaald moment was ik even ontroerd. En toen dacht ik moet stoppen, ik kan niet meer verder. Maar dan krijg ik weer kracht van boven die mij zegt, je moet verder gaan. En dat heeft misschien iets te maken met het ouder worden van mij. Ik ben nu de laatste jaren meer vlugger ontroerd dan 20 jaar geleden. Alleluia. Herhalen. Alleluia. Herhalen. De ontroering bij Gerion van Boeschoten kent een diepere oorzaak. Een van zijn beste vrienden in de abdij wilde graag voor altijd blijven, maar kreeg na 5 jaar kloosterleven geen toestemming voor de eeuwige professie. Hij moest vertrekken, tot groot verdriet van Gerion. Wij zijn met niet veel mensen in onze gemeenschap. Onze abdij is altijd een kleine gemeenschap geweest. En dat wil dus zeggen dat wij elkaar allemaal heel hard nodig hebben. Dat eigenlijk iedereen onmisbaar is, omdat iedereen talenten en kwaliteiten heeft die moeten aangewend worden, opdat de gemeenschap goed zou lopen. Als je dan iemand verliest die veel talenten heeft, dan ben ik daar heel bedroefd om. En vooral als het gaat over iemand die beloftevol is, of iemand die wat in zijn mars heeft, die zeker positieve dingen kan bijdragen tot opbouw van de gemeenschap. Dan vind ik dat dus vreselijk. Wat doet u dan als het zo vreselijk is? Gaat u naar uw kamer? Gaat u hier in de stilte zitten? Ja, ik heb zeker op mijn kamer veel geweend. Ik heb er met een paar mensen over kunnen spreken. Dat is dan heel belangrijk dat je dat kunt doen. Dat je voelt dat er mensen zowel van binnen als van buiten de abdij met jou begaan zijn en meeleven. Maar je voelt dan die machteloosheid. Voel je ook de eenzaamheid dan? Absoluut. Ja. En dan denk ik ook vooral aan de toekomst van onze gemeenschap. Maar ik wil het dan over u hebben. U voelt zich eenzaam. Hoe houdt u dat dan uit, die eenzaamheid? Ja, dat is een goede vraag. Want ik ben eenzaam op dit moment en in deze tijd. Maar ik denk dan ook maar, ik kan alleen maar nu verder doen en mijn best doen. En gezien mijn leeftijd. En wie na mij komt, die moet het dan verder maar oplossen. Maar het neemt mijn droefheid op dit moment niet weg. Nee. En mijn opstandigheid ook. Laat ons met vreugde verschijnen voor God, voor Hem onze liederen zingen. Laat ons met vreugde verschijnen voor God, voor Hem onze liederen zingen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons Heer. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang en met liederen eren. Laat ons met vreugde verschijnen. Pater Gerion, u bent Norbertijn, maar u bent ook pastoor van deze kerk in Grimbergen. En dit is uw lievelingsplek. Waarom bent u hier graag? Dit is een prachtig monument. Ik noem dat het persoonlijk het verrijzenismonument. Als je ergens bent en je bent er graag en je bent er tevreden, dan heb je in de gaten dat de tijd heel vlug gaat. En dat zie je aan dit monument prachtig. De tijd vliegt. En de tijd noteert
alle namen van alle mensen die hier ooit geweest zijn en die ooit zullen komen, maar die ook allemaal verdwijnen. Niemand blijft. Geen uitzondering. En dat staat trouwens daarboven nog geschreven. Comput recens, sed resurgent. Ze verdwijnen, maar ze komen terug. Mensen worden niet geboren om te verdwijnen in een kuil. Dat is absurd om dat aan te nemen. Het leven is veel te mooi en veel te belangrijk om zomaar ineens in het niet te verdwijnen. We komen er wel zo uit te zien. Maar dat is helemaal niet erg, dat doet geen pijn. En dat is voor mij ook weer een prachtig beeld om te zeggen, voor God zijn we allemaal gelijk. Wij besteden heel veel aandacht aan de buitenkant. Maar uiteindelijk is het de binnenkant die telt. En dat is de mooiste kant van de mensen, de binnenkant. En aan dat engeltje geef ik een hele grote voorkeur. Dat engeltje dat ligt zo heerlijk te slapen met een trompet in zijn hand. Symbool van de vreugde. Maar hij ligt met zijn hoofd op een zandloper. Als je eieren wilt koken, dan draai je dat ding om. En dan begint dat zand te lopen en dat kun je niet meer tegenhouden. En dat is nu juist het symbool van de tijd. De tijd krijgen wij gratis en voor niets. Wij moeten die gewoon goed gebruiken. Met de talenten en de mogelijkheden en de kwaliteiten die we hebben. En dan kunnen we 's avonds rustig gaan slapen. Niet wakker liggen van dat moet nog gebeuren, dat doe ik morgen. En de ellende en de miserie en de zorgen die ik heb als priester of als herder of als leraar, die leg ik gewoon op de mat. En dat heb ik geleerd van paus Johannes 23. Die deed dat ook. Die bad 's avonds als je naar bed ging, 3 weesgroetjes op zijn knieën. En als je daarmee klaar was, dan bad hij ook nog voor die en die en die, die zijn gebeden gevraagd hadden. En dan kreeg hij last van zijn knieën, het was een oude man. En dan keek hij zo eens naar boven, naar het kruisbeeld. En dan zei hij, uiteindelijk is het jouw kerk. Wij kunnen maar als instrument werken met de talenten die we hebben en met de tijd die we hebben gekregen. Maar we hebben onze rust ook nodig om morgen weer fris, dynamisch, er voor de mensen te zijn. Jullie durven nogal. Dag Christine. Maar wil je graag Tine zeggen of Christine? Tine. Hartelijk welkom. Dank u. Lekker rustig blijven, hè? Ja, zo'n heerlijk wagentje. Het moet droog blijven, hè? Ja. Het moet droog blijven, hè? Liefde is elkaar wederzijds vertrouwen. Samen een gelukkig leven opbouwen. Houden van is meer dan alleen een gevoel. Het betekent namelijk een heleboel. Aan u allen heel hartelijk welkom op deze grote feestdag. Grote feestdag, want wij vieren de liefde. Echt waar. U bent naar hier gekomen om getuige te zijn van het kerkelijk huwelijk van Tine en Chris. Staat ze. Al 300 jaar. In weer en wind. Zijn we nou dichter bij God? Dat denk ik niet.
Nee? Nee, ik ben er bijna zeker van dat dat geen verschil maakt. Of je nou op een toren staat die 58 meter hoog is, of je leeft in de contemplativiteit van je klooster. Dat hangt van je eigen ingesteldheid af, hè. God is daar waar jij hem binnenlaat. Dus God is niet daar waar je wat dichter met je handen helemaal bij de wolken bent? Helemaal niet, hè. Zoals de hemel ook niet boven is, is de hemel daar waar wij hem maken. Wij moeten God maken, wij moeten de hemel maken, denk ik. Vraagt u zich dan wel eens af, van waar is die nou, God? Dat vraag ik me zeker af. Als ik met droevige dingen word geconfronteerd, maar dan krijg ik ook geen antwoord. De realiteit is soms zo vies en zo verschrikkelijk en zo beangstigend, dat ik me wel de vraag stel, waar is God? Maar dan denk ik soms ook, heeft God hier iets mee te maken? Ik denk soms dat het zijn de mensen die elkaar de duvel aandoen, zoals wij dat in Vlaanderen zo mooi zeggen. Mensen die elkaar het leven onaangenaam maken, heel moeilijk maken en zo. Dat zijn helse toestanden. Halleluja. Blijf eens gelijk. Pom, pom. En niet pom, pom, pom. Geen stofzuiger, hè. Halleluja. Ja? Halleluja. Heel mijn leven zing ik al. Heel mijn leven is een zoektocht. En heel mijn leven zal een zoektocht naar God blijven. En God ontdek ik meer en meer in mensen die elkaar genegen zijn. Die bezorgd voor elkaar zijn. Die elkaar liefdevol kunnen plagen. Dat is heel belangrijk. Daar zie ik God in. En zo denk ik dat ik zoekende naar God toe ga. Op mijn oude dag, waar ik nooit zo graag over praat, of niet veel over praat, omdat ik nog zo vitaal ben. Maar ik geloof niet dat ik hem in theologische traktaten kan vinden. Dat geloof ik niet meer. Dit weekend in Werchter een groot popfestival is waar 70.000 jongeren zijn. En als je weet, vanmorgen op de radio nog gehoord dat er in Brussel een internationaal muziekfestival is waar ze ook 60.000 mensen verwachten. Dan denk ik soms, dat zijn er 130.000 die dit weekend veel plezier maken en van alles en nog wat uithalen. En veel drinken, maar voor wie het geloof helemaal voorbij is. Is helemaal afgelopen. En dat is hier zo op een boogscheut van hier. Hè. Dus als je dat nu over heel Europa uitstrekt, dan zeg je, het einde van het conventionele christendom is meer dan een realiteit geworden. Hè. Onze jeugd heeft andere bezonjes, andere vragen, andere bezigheden, andere interesse. Daar ben ik ook bedroefd over. Te zien dat u een leven leidt hier, waarvan u graag wil dat het doorgaat. Absoluut. En dat er dan iemand is die dat zou willen doen. Ja. En niet kan doorgaan. Ja. De pijn voor de toekomst, hè. En die is, als je nadenkt en als je rondom je heen kijkt, toch wel geen sprookje. Maar van de andere kant denk ik ook weer, en ik heb het al dikwijls gezegd. Jezus heeft gezegd, jullie moeten niet bang zijn. Ik ben bij jullie tot aan het einde. Dat zijn hele krachtige woorden. Maar hij heeft niet gezegd, ik ben bij jullie tot aan het einde in Grimbergen. En wat zien we nu? Dat op het zuidelijk halfrond kerken als paddenstoelen uit de grond komen. Dat er veel beweging is. Dat de kerk daar leeft en hier de kerk op sterven na dood is. Er zijn lichtpunten. Er zijn hoopvolle gebeurtenissen, absoluut. Maar er gebeurt toch wel heel wat. En daar hou ik mij dan maar aan vast.
Ik hou je op de hoogte. Ja, tot ziens hoor. Dag. Ja. Ja, goedemorgen. Ja, dat mijn druivenkoning voor ja, mooi, hè? Ik heb om 8:30 heb ik gezegd tegen de mensen. Misschien denkt je wel de druivenfeesten van Hoeilaart. Goedemorgen. Maar de kinderen hebben een kindermis gehad. Maar Erik heeft dat niet gezegd. Hij had hij moeten zeggen in de ja. Richting... Je moet zo daar niet gaan. Je moet hier gewoon de abdijstraat naar beneden. Ja. Oversteken. Ja, moet je doen. Moet je doen. Ja. Wij zien elkaar binnenkort, hè. Pater Gerion, dit is wel uw leven, hè. De markt. Dicht bij uw klooster. De kerk. En we hebben net het Gregoriaans gehoord. Ja. En het ging eigenlijk over uw thema. Als je de last van het leven moet dragen, hoe hou je het dan vol? Ja. Als je boos, verdrietig, eenzaam bent, hoe hou je het dan vol? En welke boodschap zou u aan de kijkers willen meegeven? Ik heb hier een ansichtkaart van het klooster van de Grimbergen. Wat zou u op deze ansichtkaart willen schrijven? Ik heb een pen voor u. Dank u. Mag ik u dat zo geven? Ja, en wat staat daar? Kunt u het zelf voorlezen? Langzaam in spreken en vlug in het luisteren. Dat zegt de Heer tot ieder van ons. Hij draagt ons in alles. Vrede aan u allen. Gerion. Zeer veel dank. Dus langzaam in het spreken en vlug in het luisteren. En dat zegt de man die zichzelf de babbelaar noemt. Mensen zeggen voorbij dat ik het goed kan uitleggen. Dat ik de gave van het woord heb. Maar ik wil dat dan ook in dienst van de Heer zo goed mogelijk gebruiken. En dat betekent dat u ook, als het echt moeilijk is, dan zwijgt u. En veel luisteren. En veel luisteren. Ik probeer het, ik probeer het. Ik dank u zeer, zeer voor de gastvrijheid. Ik dank u voor alles wat wij hier hebben mogen krijgen. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Dit was Kruispunt. Nog een hele goede avond. Dank u. Dank u. Lief vrouwke, ik kom niet om te bidden, maar om een poos bij u te zijn. Ik heb u niets te geven, niets te vragen deze dag. Maar verleen alleen de grote vreugde dat ik u bekijken mag. Vandaag is ook gezongen, die psalm 71. Ik zocht u zingend in mijn jeugd. Heeft u hem nou gevonden? God bedoel je? Ik dacht toen, hè, toen ik dat vanmorgen weer zong, toen dacht ik, ja, heel mijn leven zing ik al. Heel mijn leven is een zoektocht. En heel mijn leven zal een zoektocht naar God blijven. En de idee van God die ik dan zoek, is ook gaandeweg anders geworden. En ik denk de laatste jaren veel mooier geworden. Met pijn en verdriet, maar ook met vreugdevolle momenten in mensen. Voor mij is God dus geen streng kijkende God met een vingertje dat moraliserend wijst. God kijkt niet naar onze fouten. God kijkt naar onze goede dingen die we doen. En God ontdek ik meer en meer in mensen die elkaar genegen zijn. Die bezorgd voor elkaar zijn, die elkaar liefdevol kunnen plagen. Dat is heel belangrijk. Daar zie ik God in. En zo denk ik dat ik zoekende naar God toe ga. Op mijn oude dag, waar ik nooit zo graag over praat, of niet veel over praat, omdat ik nog zo vitaal ben. Maar ja, ik geloof niet dat ik hem in theologische traktaten kan vinden. Dat geloof ik niet meer. Opmerkelijk is dat u ook vaak zo in het voorbijgaan praat over de duivel. Ja. Maar wie is die duivel dan? Nou, die zit soms in mij. En die zit in veel mensen. En die zie ik rondgaan.
Want de duivel, dat is niet dat angstaanjagende beest met die staart. De duivel, dat is een heel concreet gegeven in elk mensenleven. En hoe zit hij nu? Als ik nu kwaad spreek over iemand, dan is de duivel bezig. Als ik hatelijk doe tegen iemand, dan is de duivel bezig. Als ik de 10 geboden overtreed, is de duivel bezig. En die probeert ons te verleiden en te verlokken. Op allerlei momenten, waar mensen goed zijn voor elkaar, probeert de duivel een stokje tussen te steken. Waar mensen zorgen voor elkaar, probeert de duivel op een of andere manier jaloersheid binnen te brengen. Dat is duivels. Dat is duivels. En worstelde u ook met die duivel in dat verdriet wat u nu al een maand met u meedraagt? Eigenlijk niet. Ik had wel hele pijnlijke en hatelijke gevoelens, omdat dit gebeurd is. Maar ik heb er verder de duivel toch niet bij gehaald. En als het gaat om wie wint het in u? De duivel of God? En wie wint het in de wereld? Dat hangt toch wel van de mensen af, denk je niet? Dat zijn de mensen die daarover zelf beslissen. God is sterk en misschien sterker dan de duivel, maar de duivel krijgt zoveel kansen. Dus ik denk dat dat gewoon van de mens zelf afhangt. Van zijn eigen ingesteldheid, van zijn eigen geweten. Hoe beleeft hij zijn roeping, hoe beleeft hij zijn ja-woord. Ja, dat is iets dat wij zelf moeten invullen. Wij zijn vrije mensen. Dat hangt dus helemaal van onszelf af. En we moeten ons daar dus ook voortdurend over bezinnen. Hoe ben ik bezig en waarmee ben ik bezig? En waaraan geef ik prioriteiten? Wat vind ik belangrijk? U sprak over de ouderdom. En u zegt, daar spreek ik niet graag over. Waarom niet? Omdat ik me nog zo springlevend voel. Maar ik weet dat ik dus bijna 70 ben. Maar ik voel mij zo niet. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben heel dankbaar dat ik zo'n sterke gezondheid heb. Dat ik zo weinig slaap nodig heb. En dat ik op veel manieren kan bezig zijn naar de gemeenschap en naar mensen die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd. Ik ben gewoon heel dankbaar. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik zomaar ineens op pensioen zou gaan en zeggen, nu is het onderhand genoeg. Ik denk dat ik dan een beetje in een gat val. U spreekt niet graag over de ouderdom. Zit u op tegen de dood? Nee, ik ben niet bang van de dood, maar wel van datgene wat ervoor kan komen. Maar ik ben niet bang van de dood, want de dood is maar een overgang. Dat zingen wij in een lied in de kerk. De dood is maar een overgang. Dat is voor gelovige mensen is dat een fase waar we doorheen moeten. Maar, om het met de Bijbelse tekst te zeggen, het lijden van deze wereld weegt niet op tegenover datgene wat ons te wachten staat. En dat is een geweldige rijkdom en een troost waar ik mij dus wel aan optrek. Maar ik wil zo lang mogelijk hier blijven, zoals iedereen trouwens. Maar ik ben bang van datgene wat er voor kan komen. Maar dat is heel menselijk, dat is niet. Dit is geen grote uitdrukking of uitspraak, hè? Maar ik ben niet bang van de dood. Nee. Ik twijfel er ook absoluut niet aan dat er na de dood iets geweldigs op komt. Er staat ons iets geweldigs te wachten. Anders is God een sadist. Het kan toch niet zijn dat mensen die vreselijk veel afzien in het leven zomaar ineens in hun kuil verdwijnen. Kan toch niet? God die met ons begonnen is, die blijft met ons onderweg, die blijft trouw en die is veel barmhartiger dan wij ons kunnen voorstellen. Dus daar komt iets anders. In paradisum dedu cante angeli. In als het gaat om de dood, in het geheim, u zingt dat ook al. Wat zingt u? In elke verrijzenisviering zingen wij In Paradisum, dat hele mooie Gregoriaanse stuk. En dat gaat over, mogen engelen en heiligen u begeleiden tot voor het aangezicht van God. En dat is een heel mooi verrijzenislied. En dat houdt een wens in, dat wij hen een goede reis daar naartoe wensen, diegenen die ons voorgaan in de dood, naar het echte leven. En dat gelooft ze ook? Dat geloof ik vast en zeker. Het kan toch niet zijn dat het leven van een mens zomaar ophoudt. Want dan is God een sadist. God die ons op aarde zet, God die ons naar zijn evenbeeld gemaakt heeft, die kan toch niet willen en wensen dat een mens op aarde veel ellende kent en dan bovendien nog zomaar ineens in het niet verdwijnt.
We verdwijnen wel en we worden wel stof en as. Maar die binnenkant waar de mens, waardoor de mens een mens is en een mooi mens is, die binnenkant is onvergankelijk. Zoals God onvergankelijk is en eeuwig. Dus ik geloof, mensen zijn eeuwig. We leven over de dood verder. Hoe weet ik niet en waar weet ik nog minder, maar dat zal God wel weten. Aeternam habeas requiem.